Fuck strijders, ik maak voor het eerst in een jaar weer een Roblox-video. Ik had op Twitter gezegd dat ik weer een Roblox-video zou maken bij 3 retweets. Hij zit nu op 4, pak allemaal een proteïne-shake uit de koelkast en gooi hem op de lijkknop. En pak je IKEA leunstoel en gooi hem op de abonneerknop. Als je scherm dan nog heel is, kan je die proteïne-shake nog opdrinken en pak er een lekker gezond banaantje bij. Maar laten we nu beginnen. Ik ben zoals altijd zonder moeite uit de gevangenis gekomen, maar meestal is het een groter probleem om een waggie te fixen. Oké, jongens, we zijn in de stad aangekomen. Kan niet wachten om wat zaken te beroven. Wat is dit jammer, jongens? Wat is dit onwaarschijnlijk? Oké, poging 2. Dit keer halen we geld. Dat was best lastig, maar je boy is een Fortnite-god. Nu kunnen we de juwelier overvallen. We hebben het geld, ik wil vandaag ook nog proberen in deze gevangenis te komen. Maar dan moet ik nog 800 bouncies in te krijgen. Laten we het museum beroven, daar krijg je heel veel geld van. Zo te zien komt er al iemand aan, laten we gaan overvallen. Oké, we hebben het geld, ben benieuwd hoeveel bouncy we nu hebben. We hebben genoeg bouncy, maar ik verveel me, dus ik wil nog een bank beroven. Ik heb geen keycard, dus ik ga gewoon de juwelier beroven. Oké, die domme juwelier gaat ook niet open, dus ik ga maar een donutzaak beroven. We hebben eindelijk de trein goed beroofd, dit is geweldig. Ik word letterlijk de hele tijd al achtervolgd door deze Lambo, en hij kan mij niet eens pakken. Er zijn volgens mij 3 polities in deze hele lobby, dus ik moet serieus mijn best doen om gepakt te worden. Nu ik hier toch ben, ga ik de juwelier even beroven. Je moet toch wat om te verdienen als je geen advertenties op je video's kan zetten. All channels need at least 4000 watch hours in the previous 12 months and a... Blijkbaar is hier nog iets dat je kan robben. Dat komt wel in een andere video. Ik heb al best veel gepland voor deze video. Dit manneke heeft mij naar deze berg gebracht. Geen idee waarom. Lololololol, hij probeerde me van de berg te duwen, maar hij weet niet, ik heb spidersense. Als er toch niemand is die me gaat arresteren, kan ik ook gewoon een jetski kopen, weet je? Ik heb een toeter op mijn water. Ik kan het niet meer aan. Als er zelfs geen agenten in de gevangenis zitten, weet ik het echt niet meer. Alright, let's move out. Enemy spotted. What did you say to me? We zitten eindelijk in de military base. Dit duurde mij echt veel te lang. Oh, je hebt een keycard nodig om hieruit te komen. Een seconde. Ik schakel nu versterking in. We hebben een politiekostuum, we kunnen nu ontsnappen.
Oké, jongens, dit was dan alweer de video. Als jullie genoten hebben, adviseer ik om op dat duimpje omhoog te klikken, te abonneren en op dat belletje te klikken zodat je nooit een nieuwe video mist. Ik ga misschien een tweede kanaal maken speciaal voor Roblox. Laat weten in de comments of ik het moet doen. Ik wil trouwens Mathieu feliciteren met zijn 200 abonnees. Als je Mathieu nog niet gecheckt hebt, moet je dat zeker doen. Hij maakt super grappige Fortnite video's. Ik kan niet doen, om Gerard, ik ben nog maar 6. Maar dit was dan de video. Later. Hé, hé, die sheriff!